Ik heb al veel mensen gezien hier op het paadje, want mijn ouders wonen hier vlakbij. Dus ik kijk af en toe zelf ook even wat er aan interesse is. Ja, volgens mij heel erg leuk. Het ontwerpen en neerzetten van een kabouterpad behoort nou niet bepaald bij de dagelijkse werkzaamheden van Astrid Belt. Maar toen ze hoorde van het idee, ging ze meteen aan de bak. Eigenlijk voor het plan voor marketing en promotie Midden-Drenthe wilden we een kabouterpad aan laten leggen of kijken wat de mogelijkheden zijn in deze gemeente. In mijn enthousiasme ben ik gaan verzamelen met kabouters. En toen moest ik daar wat mee. Dus ben ik vorige week gaan kijken of ik ze hier terecht kon laten komen. En de eerste reacties op het kleine dorpje stromen al binnen. Nou, wat die ik heb gekregen, heel erg leuk. Ik heb al veel mensen gezien hier op het paadje. Want mijn ouders wonen hier vlakbij. Dus ik kijk af en toe zelf ook even wat er aan interesse is. Ja, volgens mij heel erg leuk. Of het kleine kabouterlaantje in de toekomst ook groter aangepakt wordt, is nog niet zeker. Dat hoop ik wel. Maar goed, we zijn daar nu aan het kijken van waar we dat kunnen laten plaatsvinden. Want je moet rekening houden met parkeren, met ondernemers en de omgeving, grondeigenaren. Dus dat duurt even wat langer dan het in één week neerzetten. Maar voor nu? Eerst het kabouterlaantje in Holten.